Hoi allemaal, ik heb vandaag weer een Halloween nail art voor jullie. Vorige week had ik er ook al één en jullie waren zo enthousiast dat ik er vandaag gewoon nog één heb gemaakt. Deze is meer een beetje cartoonachtig, dus blijf vooral kijken. Omdat ik vandaag ga werken met een hele felle oranje kleur, is het heel belangrijk dat je een base coat aanbrengt. En ik ging vandaag voor de Quick Dry and High Shine topcoat van Catrice, maar pak gewoon lekker wat je in huis hebt. En dan vraag ik je af, waarom gebruik je een topcoat? Nou, goede vraag. Eigenlijk is het niet super belangrijk of je nou een base coat of een topcoat gebruikt. Ik gebruik gewoon normaal gesproken een transparant laagje. En het transparante laagje zal je nagels beschermen van de felle kleur. En deze kan dus dienen als base of als topcoat. De super felle oranje kleur die ik vandaag ga gebruiken is Sun Worshipper van China Glaze. Echt de meest felle oranje kleur die je ooit hebt gezien. Het lijkt zelfs gewoon een soort van blacklight of zo, of glow in the dark. Hij is echt ontzettend fel. Echt een heerlijke kleur ook voor de zomer. Je handen lijken er meteen een stuk bruiner door. Maar zoals nu is het ook perfect voor Halloween. Dus deze ga ik aanbrengen op al mijn nagels weer. Hij is wel een beetje streperig, dus pas daar een beetje mee op. Ga niet te veel dingen uitwrijven of nog extra verdelen of zo. Daar krijg je heel snel strepen van. Dus dat is wel een beetje een nadeel. Deze kleur heeft ongeveer 3 lagen nodig om echt perfect te kunnen dekken. Dus ik ga ook 3 lagen aanbrengen. Hij droogt wel vrij snel, dat is wel fijn. Dus die 3 lagen zijn niet zo'n groot probleem. En dus nogmaals, probeer zo snel mogelijk te werken, want hij streept echt heel erg. Als alles droog is, is het tijd voor de zwarte streepjes, oftewel de hechtingen van deze nail art. En hiervoor gebruik ik een nail art polish van Action in de kleur Black. Deze is gewoon hoogglanszwart. En hiermee ga ik de streepjes maken. En dit spreekt eigenlijk voor zich. Ik breng eerst 2 of 3 grote lange strepen aan. En daarna ga je de kleine streepjes daar weer op aanbrengen. Zorg wel dat je alles goed laat drogen tussendoor. Anders heb je de kans dat je bepaalde lijnen gaat uitvegen. Dat zou gewoon zonde zijn. Bij deze kleine streepjes zorg ik ervoor dat er bijna geen nagellak op mijn kwastje zit, dus veeg hem goed af. Dan kun je zo dun mogelijke streepjes zetten. Wanneer je dat niet doet, krijg je wat dikkere strepen, wat meer opvallende strepen, maar ik wil het graag dun houden. Dus vandaar dat ik het kwastje goed heb afgeveegd. En dan is het alweer tijd voor topcoat. Ik gebruik nogmaals de Quick Dry and High Shine topcoat van Catrice. En deze breng ik vrij rijkelijk aan over de nagels. Laat je nail art wel echt goed drogen van tevoren, anders heb je de kans dat je het gaat uitvegen. En als het goed is, is dit dan je resultaat. Hopelijk vond je het leuk om te zien. Laat me ook vooral weten of jij nog Halloween gaat vieren. En dan zie ik jullie volgende keer weer.